Een hele goede avond. Sip, sip, hooray. Ja, wat is dat nou weer? Nou, dat is de naam van een stempelset. Ik was even op mijn computer aan het kijken om ondertussen eventjes erbij te pakken de tijdlijn. Sip, sip, hooray. Hooray. Hij is nu nog te bestellen. Het komt uit de najaarscatalogus. En hij gaat niet mee in dit nieuwe jaar. Dus deze leuke set met allemaal glazen met drankjes die je erin kan doen. En hier staan wat voorbeelden in de catalogus. Hij staat in de wintercatalogus, bladzij 58, 59, de voorbeelden. Dus wil je hem nog hebben? Ik zag al dat hij op low inventory stond. Maar wat ik vanavond laat zien, kan je zoals zo vaak ook met heel veel andere kaarten doen. Leuk dat je er bent. Kijk lekker mee. Ik heb allerlei voorbeelden liggen. Dit is een kaartje heel eenvoudig te maken. Omdat er ook bij deze set hele mooie ponsen zitten. En daar gaan we straks ook nog wat mee werken. Dat maakt het wel heel erg handig. Want dat is net het kerstje op de taart, zullen we maar zeggen. Die gaan we niet maken. Die hebben jullie al eens een keer eerder voorbij zien komen. Maar ik dacht, ik pak hem er nog even bij. Ik ga als eerste aan de slag met de stemparatus. Ik mag namelijk voor wel eens opdrachten heel veel dingen maken. En ook als je niet zo heel veel dingen moet maken, maar stel dat je nog heel veel kerstkaarten moet maken, dan is een stempelhulpmiddel... Stempeltool, geef het een naampje, een heel handig apparaat. En misschien heb je wel zoiets, hoe gaat dat nou ook alweer? Of misschien weet je het wel, maar denk je, die zal ik er weer eens eventjes bij pakken. Mijn beeld blijft een beetje hangen. Ik vind het altijd wel leuk om eventjes te kijken wie er commentaar levert. En dan zie ik dat Inna alweer live is. Hi, leuk je te zien. En Inge is er, hoi hoi. Leuk als jullie gezellig af en toe wat erbij schrijven. Ik zal proberen af en toe mijn tijdlijn te verversen, zodat ik ook kan zien wie er wat zegt. Ik zie dat er nog meer mensen zijn. Anita is er ook. Inge is er. En Henny is er. Nou, hartstikke gezellig. Niet alleen kletsen, Ellen. We gaan aan de slag. Nou, zoals gezegd, Ik mag een leuk kaartje. En ik had zoiets bij wat ik ga maken. Is het wel leuk om een leuke label te maken. En dit is een hele eenvoudige opzet. Er zit alleen een glaasje bovenop. Voor degene die ik ga maken, dat ga ik de tekst erboven printen. Want dat is in dat geval wel makkelijker. Maar ik ga in ieder geval even laten zien hoe je dus heel simpel met een stemparatus kan gaan werken. Maar ja, stel dat je nou deze op de normale manier dus zou gaan verwerken, dan zit je al snel dat je denkt, dan kom ik dus eventjes niet uit. Dus we moesten even op z'n kop gaan denken. Want ja, hij langs dat randje stempelen, dat doet hij gewoon niet zo goed. Dan moet je hem echt heel veel keer aanduwen. Dus ik wil er wat van af. En je papier is gewoon te groot. Veel woorden en dan weer. Dus ik heb hem op zijn kop en ik heb hem al klaar, had ik hem klaargelegd. Ga ik straks alles weer afhalen, maar ik denk dat scheelt alweer tijd. Dus je legt je papiertje neer, je legt je stempels erop zoals je hem hebben wil en dan pak je het op. En dan zitten ze op de plek waar je ze hebben wil. Nou, dan ga ik natuurlijk het voorbeeld even weghalen. Ik heb een strook Very Vanilla genomen. Omdat dat mooi past op het krafttasje waar ze op moeten komen. En ik doe eventjes een magneet aan de bovenkant. Want stel je voor dat hij niet in één keer helemaal goed doet. Dan is het wel mooi om hem twee keer af te drukken. Het is een krafttasje, dus dan vind ik het mooi om met bruin tinten te werken. Het is een beetje buiten beeld, ben ik hem aan het inkten. Hou hem gewoon zo plat mogelijk. Komt er bijna niet aan dat je ook wel eens wat op je plaat hebt. Maar ja, eventjes een lapje erlangs en hij is weer schoon. Nou, ook Ellen heeft dat dus wel eens, dat een glas er niet helemaal op zit. Beter van de glazen vullen en ook wel van de glazen legen. Als we vandaag een beetje bijkomen. Toch wel een drukke week al gehad. Komende week is ook nog heel druk.
hebben gisteren een hele gezellige winterfair gehad. Dank aan iedereen die geweest is. En ook die niet geweest is, maar die op andere momenten is gekomen. Maakt allemaal niet uit. En het was heel gezellig. Ook heel leuk om dat eens met meerdere mensen te doen. En ik had wel vanmorgen zoiets, dan ben je toch wel een beetje moe, zeg maar. En dan moet er nog zoveel. Maar daar hebben jullie natuurlijk allemaal nooit last van, hè? Ja, bekend, hè? Dat hebben we allemaal in december. Ik weet het niet. Het lijkt wel of dan echt alles moet. Kijk, ik had dus ook al de drankjes, zeg maar, gepositioneerd. Dus ik heb gewoon weer die stempeltjes daarop gelegd. En dan... dat is dus het mooie met de stempelraten. Ik ken geen ander stempeltool die twee platen heeft. Dan zou je dus gewoon iedere keer opnieuw moeten doen. Want je kan dus met deze, je kan ze ook nog omdraaien. Dus je kan vier verschillende settingen maken. Snap jullie dat? Is dat duidelijk? Hé, hey, Marjan is er ook. Hoi. Maar snap jullie dat je vier settingen kan maken? Stel dat je nou zegt, ik wil deze. Maar stel dat je nou zegt, ja, ik wil de... rode wijn, Blue Curaçao en champagne doen. Ja, dan zou je dus het ze op verschillende platen eventjes moeten doen. Want als je hem dan weer omdraait, dan heb je natuurlijk weer een nieuwe setting. Dan kan je hem nog een keer doen. Dus dat is heel handig als je meerdere kleuren wil doen. Maar ja, moet wel leuk blijven. Ik ga niet hele dagen aan zo'n label voor zo'n opdracht. Maar stel dat je denkt van, nou, ik wil het echt heel precies en meerdere kleuren, dan is dat heel goed mogelijk. Ik was net, ik zocht dat stempeltje met het stippeltje. Ik zat gewoon op die plaat. Kan je soms echt een uur, nou ja, een uur, maar wel heel lang zoeken. Dus ik heb ik wend mezelf wel aan om ze altijd wel weer terug te doen. Had ik deze al schoongemaakt? Nee. We gaan zo direct ook nog met deze dingen stempelen. Ik dacht, nou ja, weer een kerstkaart. Dit is een beetje een nieuwjaarskaart. Maar is natuurlijk voor allerlei gelegenheden te gebruiken. Een bruiloftje. Een ander feestje. Er is altijd wel ergens een reden om een feestje te vieren. Ook al is het leven soms niet zo leuk. Maar je moet zelf de slingers overal van ophangen. Zorg dat je platen schoon blijven. En als je ze dus verspringen, dan kan je hem gewoon plat opbergen. Ineke is er ook. Hoi! Gezellig. Nou, en dan heb je dus deze basis. Nou vond ik hem zelf wel redelijk saai, die ik de eerste gemaakt had. En toen dacht ik, oh ja, we gaan er weer eens wat kleur op aanbrengen. Ik ga in ieder geval wel alvast eventjes het label aan de bovenkant... het gaatje erin maken. Dan weet ik niet de camera omver wiebelen. Als hij wat breder is en je wil hem goed in het midden hebben, meet hem even uit. Hij is 9,8. Dus dat is 5,9. Is het 4,9 is het midden. Dan zet ik even een streepje. Want je weet het, hè? Je kan hem. Hij is heel mooi, deze. Dit is die nieuwe labelpuntje. Kan je dus heel mooi op drie verschillende maten. Maar wil je hem breder doen, dan moet je hem er van bovenaf in doen. En als je dan een streepje zet, is het wel handig dat je dat doet op de kant waar je het ook kan zien. Je kan hem dus gewoon zo meten. Dat je kijkt van, joh, zit hij aan iedere kant evenveel. Of je zet even een streepje in het midden en dan moet je zorgen dat die in het midden van het gaatje zit. En altijd zorgen dat die goed tot het einde is. Ik had zelf een andere punch. Ik heb inmiddels mijn tweede. Want hij bleef wat hangen aan de bovenkant. Nou, stamping up is wat dat betreft is gewoon geweldig. Ik ging bellen van de week. Ik zei, nou ja, ik dacht eerst dat ik er misschien zelf misschien iets te dik papier in gedaan had...
Dus ik had zoiets, ja, daar kunnen we niet voor opdraaien. Maar toen hoorde ik van iemand anders ook dat hij een beetje bleef hangen. En die tweede deed dat namelijk helemaal niet. Dus toen ben ik gaan bellen, heb ik gewoon eerlijk verteld wat ik gedaan had. En zeiden ze, ja, maar hij mag niet stuk gaan. Kijk, je moet er geen hele scherpe dingen en klem tussen zetten. Hè? Want dan werkt de garantie niet. Maar ik krijg dus gewoon een nieuwe toegestuurd. Goed merk. Kunnen we helemaal achter staan. Ik ga even wat meer kleur aanbrengen. Met een rollertje. Je hebt ook van die stoffenrollertjes. Die was even buiten mijn bereik. Dus ik doe eventjes met deze tool. En dan kan je zeggen, ja, maar ik wil juist geen strepen. Maar ja, ik vind dat nu juist wel even leuk. Om er wat streepjes op te doen. Ik ga juist expres. Ik doe dus, oh, dat doe ik buiten beeld, sorry. Heel licht hem over mijn inkt rollen. En ik ga hem wat streepjes aanbrengen. Ik heb altijd vlagen dat ik bepaalde technieken doe. En ik moet eerlijk zeggen, Sophie die deed het van de week eventjes. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel weer eens grappig. Soms moet je weer eens eventjes je voorbeelden van een tijdje terug erbij halen. En dan krijg je weer inspiratie. En soms is het dus gewoon doordat je iemand anders ziet doen. En dan denk ik, oh ja, het heeft ze natuurlijk gewoon hier gezien. Gedaan. Maar dan vergeet je het wel eens. Kijk, en nu wil ik dus even wat kleurverschil aanbrengen. Dus dankjewel, Sophie. Dat je me weer eventjes op iets een herinnering bracht. Kijk, en dan krijgt hij wel iets meer kleur. Kijk, soms denk je van, ik wil hem gewoon wat neutraler houden. Dat kan ook. Maar zo krijgt hij wat meer kleur. Stel dat je nou zegt van, nou, hij mag nog wel wat hebben. Kijk, ik kan er allerlei dingetjes uitdoen, maar uitdoen. Ik bedoel, oh ja, dit bedoel ik. Er zit een stokje, een kersje in of zo. Maar ik bedoelde nu dat het zo'n sprankelend drankje is dat hij er gewoon uitbruist. Ik zocht nu eventjes een post-itje. Heb ik hier zo. Overal post-itjes liggen. Maar soms niet vlak voor mijn neus. Want je kan niet door het glas heen bruisen, volgens mij, toch? Nee, dat is niet zo leuk. Dus ik laat hem eventjes zo uit het glas bruisen. Wauw. Dit stippeltje zit ook weer bij die set. Stippeltjes, jullie weten het, daar ben ik gek op. Het waait een beetje. Voordat je het weet is het weer zover. Is weer aan het vuurwerk. Oh, dat komt op het einde. Ga ik ook nog wat met vuurwerk doen. Ja, heeft niet zo heel veel meer nodig. Nou, er kan nog wel een glaasje op. Ga ik even stempelen op een klikje. Had ik nou nog een tuttertje Ferry vanille? Oh ja, daar lagen de post-itjes. Simpel. Vanmiddag mijn bak met restjes even uitgezocht. Soms zoek je dat te goed uit. Want ik dacht, ik doe eventjes een... Oh, er kan wel een cocktailglaasje op, denk ik. Ja. En een extra feestelijke. Het blokje is te klein. Dus op een restje, en we stempelen natuurlijk, het zijn fotopolymer, dus we zijn stempelen op het matje. Eventjes een borreltje erop. En ik leg hem gelijk even op mijn chemie. En dan gaan we voor de rode. Ja, we gaan voor de rode cocktail. We houden hem even in die kleur. We gaan straks naar andere kleurtjes toe. Zo. Dan pak ik even mijn dye erbij.
Big Shot eventjes. Ik kan hem wel even in beeld zetten. Hè? Ik heb de magnetische plaat erop zitten. Goh, wat heb ik de laatste tijd veel gesneden. De Tiny Keepsakes bokjes. Heel erg veel. Zijn er ook van de week heel veel uitgegaan. Heb je nou zoiets... Oh, ik ben het vergeten. En ik had ook graag even willen komen. Neem even contact op. Ik ben er niet altijd. Maar veel wel. En ik heb nog wel wat kerststukken over. En ook wat kerstkaarten. En andere dingen. Dus als je nog iets nodig hebt. Wat dan ook. Ondertussen heb ik mijn cocktailglaasje even gedraaid. Ik ben vrijdagochtend niet in mijn atelier. Ik heb een externe workshop. En donderdagmiddag ook niet. En verder moet ik ook wel eens een boodschap doen. Maar ben ik er ook heel veel wel. Nou, ik vind dat glas plat niet zo leuk. Dus ik rond hem even. Lang leven dat ik nog een beetje nagels heb. Ik moet soms zo lachen. Dan zie ik die Amerikanen met die keurige gelakte nageltjes en zo. En ik heb af en toe nu van die bloemen en zo. Rauwrandjes. Ga ik hem nog kleuren ook? Of laat ik hem juist... Nee, ik laat hem juist in een afstekende kleur. Nou, die moet natuurlijk een beetje verhoogd. Dus een dimensional erop. Eventjes de layout compleet maken. Zo staat die erop. Nou, en dan doen we er natuurlijk nog een tekstje op. En wat hadden we bedacht? Een sip, sip. Excusee. Soms is het snoertje te klort. Oh, dit hoort helemaal niet. Excuus. Och jeetje. Jullie zien weer van alles. Ik ga eerst even mijn camera vastzetten. Ik had, vandaag was ik met allerlei opnamen bezig. En toen had ik ook zoiets van, ik ga de bloopers erop zetten. Nou, dit is dan wel weer zo'n leuk voorbeeldje van zo'n blooper. Zo af en toe... Die moet ik weg hebben. Ja, jullie zitten nu steeds naar iemand anders te kijken. Dat waren de beide van de... Ja. Als het goed is, gaat hij nu weer. Ja, daar ben ik weer. Oh. Dat hoort erbij, hè? Dat is live. Dat hoef je niet te monteren. Ik was aan het vertellen dat ik vandaag aan het filmen was, geloof ik. Oh ja, en toen wilde ik de bloopers laten zien. Of was dat naar aanleiding van mijn blooper van net? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ik ben er weer. Dat waren net de meiden die de Nederlandse demo's... die bij ons steeds de presentatie en presentatie hadden verzorgd. Superleuk. Ik ga nu de tekst sip sip hooray erop zetten. Is dus leuk te gebruiken als je een nieuwjaarsborrel doet of zo. Of een oudejaarsborrel. Maar ook voor iedere andere borrel denk ik dat die prima te gebruiken is. Lintje erdoor, touwtje erdoor. En hij kan aan het tasje, het pakket wat ik mag maken. Project nummer 1. Heel andere uitstralingen. Maar het is net wat je wil. Misschien wil je... wat chiquer, misschien wil je wat meer kleur of wat minder kleur. Nou, vervolgens dacht ik, hoe leuk is het om ook nog even iets te gaan maken voor het oud opnieuw waar ik het net over had. En ik had deze paar jaar terug al gemaakt. Dat had ik ze ook in de brievenbus gedaan. Wij doen meestal ergens rond oud opnieuw oliebollen bakken om zo het uit te nodigen. En dit is dan weer een iets andere uitvoering. Ja, jullie willen weten hoe ik die eventjes maak? Nou, dat ga ik dat eventjes doen. Ik heb mijn papiertje buitenboord liggen.
Ik ga even mijn rollertje goed schoonmaken en mijn tekstjes ook en mijn dingen. Want ik had bedacht om nu te gaan werken met een achtergrondpapier waar ik nog niet zoveel mee gewerkt heb, maar wat wel een heel leuk papier is. Of designpapier, het feels like frost. En dat zit mooi in de blauwe en de zilveren kleuren. Maar hier had ik hem dus met rood gemaakt. Kijk, je hebt dus in die serie allemaal zilverkleurig papier. En aan de andere kant, jullie raden het al, frost. Het is allemaal winters. Je hebt het vast wel ergens voorbij zien komen. En ik had nu dat stippeltje gebruikt. We hebben echt een ponsenparade vandaag. En op zo'n zakje staat, of het staat ook in de catalogus, hè, altijd welke kleuren gebruikt worden. En dat zijn ook de kleuren die er dan heel mooi bij passen. Dus ik ging op zoek naar een blauw en de kleur Seaside Spray. Deze blauw uit de Incolors serie. Die past daar dus heel goed bij. Blauw. Het is een koude kleur, hè? Maar doet het goed met zilver. Nou, ik ga dus het achterkantje weer eventjes de blauwe. Kijk, die geeft dus. Kijk, hij was dus nog niet helemaal goed schoon. Dus het is maar goed dat ik even op het kladje ga uitproberen. Ik had vast een voorgevoel. Dit is de chamois. Je kan hem op de rubon heel goed schoonmaken. Maar ook op de chamois. Ik gebruik altijd de chamois klaargelegd omdat ik met de stemperatus bezig was. Dan is het handiger om de scrub dingen krijg je niet echt over je stempels als ze op de stemperatus zitten. Ik ben ondertussen even mijn tijdlijn aan het verversen om te kijken of jullie er nog zijn. Of er nog iemand wat op te merken heeft. Of iemand wat te zeggen heeft. Nee. Jullie zijn stil vanavond. Nou, even kijken of hij nu bijna goed schoon. Ik rol hem maar even schoon, denk ik. Ja. Nu is hij schoon. Nou, eens even kijken. Ja, dat is een blauw die we hebben willen. Dus even een paar keer hierover. En dan, ik begin dan buiten mijn papier. En ik rol hem er zo overheen. En ik ga me dus niet druk maken over vlekken en zo. Want ik wil juist geen egaal kleureffect. Dan kan ik net zo goed een stukje Seaside Spray kartstok pakken. Het is net of er zelfs een glimmertje in zit. Bijna. Ik vind het mooi zo. Ik leg hem eventjes weg. Ik ga er weer een label van maken. Dus ik had het 5 centimeter breed. Soms is het leuk om het breed te doen, maar het hoeft niet altijd. Ik doe het even op het sponsje. Dan maakt het niet zoveel herrie. Is toch een mooi effect zo, hè? Ik heb de Sip Sip Hooray nog steeds in de buurt. Die stempel ik eventjes hier. Het is licht er overheen. Vervolgens ga ik het stippeltje gewoon her en der doen. We hebben natuurlijk zijn kleur over kleur aan doen. Ton sur ton, zoals dat heet. Dus dan krijg je een heel subtiel effect. Dan wil ik daar dus sterretjes in doen. En dat kan je op verschillende manieren doen. Ik had bij deze, heb ik gewoon met mijn hele kleine rondjesponsje gaatjes gemaakt. Maar ze hoeven natuurlijk niet per se aan twee kanten eruit te komen. Je kan ook zoiets hebben van, ik doe ze zo en dan laat ik ze gewoon aan de achterkant
voor wat ze zijn. Dan, je zit natuurlijk aan de limiet van zover kunnen ze, niet verder. This is it. Microfoontje doe ik om mijn blad heen. Maar als ik dan uitreik, dan moet ik erom denken. Want anders dan gaat die ernaast. Nou, Fenneke is er ook. Hoi! Gezellig dat je ook meekijkt. Het blijft altijd een gesjees, hè, maandagavond om overal bij te zijn. Nou, zo zitten de sterretjes dus vast. En dan moeten we natuurlijk nog wel een tekstje op. Ik had deze pons, labelpons klaar liggen. Die kleuren doen het erg goed bij elkaar. En op een restje ga ik weer even het champagneglas stempelen. Oh nee, ik bedoel het cocktailglas. We doen een flut champagne vandaag. En ik had gezien dat Smoky Slate ook een goede kleur was die erbij paste. Dus ik ga het glas eventjes in Smoky Slate doen. Ja, dat was goed schoon. Ik doe er gelijk nog eentje, want ik wil zo direct nog iets maken. Met, ik had volgens mij geschreven dat ik 3 dingetjes ging maken. Nou, dan is het handiger om ze gelijk allemaal even te stempelen. Ja, wat voor champagne doen we erin? Ik dacht dat ik er eentje klaar had gelegd. Wat voor kleur champagne zouden jullie doen? Oh ja, ik had bedacht misschien zo'n saffron. Is dat echt een mooie lichte champagne? Zullen we eens even kijken. Is een beetje donker, hè? Als ik die zou krijgen, dan zou ik denken, staat al een tijdje. Misschien moeten we er een rosé champagne van maken. Heeft iemand een tip voor een champagne? Een mooie, lekkere champagne kleur? Ja, ik denk dat dit wel... misschien komen er nog andere tips. Maar ik ben bij Petal Pink ga ik doen als champagne. Dit is een wat stevigere en dit is een lichtere champagne. Ik heb tegenwoordig ook verstand van champagnes. En daar gaat de schuifdeur weer, dus daar komt de man aan. En die denkt dan al bij zichzelf, oh, zal ze nog bezig zijn? Of kan ik er stiekem zo langs piepen? Nee, schat. Je komt nog in de film. Ik ben al over je aan het praten. Je kan er niet zomaar langs. Oeps, langs. Ja, hallo. Hallo. Zo goed, de man heeft zich weer lek laten prikken. Was het fijn? Nee, het was niet fijn. Het was niet fijn. Plasma geven bij de... Kreeg het cadeau. Bij de bloedplank. Wat zeg je nou? Kreeg je het cadeau? Ik kreeg een cadeautje. Oh, een cadeautje. Oh, spannend. Oh jee, maar hij laat me in spanning, denk ik. Nou, er zal wel misschien niet... Nee, er is niks verkeerd gebeurd. Ik ben altijd als ik goede prikkers daar zo. Ik ben ondertussen enigszins buiten het beeld. Of tenminste, het licht staat er dan daarnaast helemaal op. Ik hoorde trouwens wel van de week ook... Het licht is soms niet altijd helemaal goed. Maar daar kunnen wij filmers dus niet zoveel aan doen. Daar moet... meneer Facebook wat aan doen. Maar ja, aan de andere kant zijn we wel erg blij met Facebook dat we dit kunnen doen. Nou, ik ben hem dus goed aan het de die van het cocktailglas op het
Ja, dat is het eerste cocktailtje. En we doen nog een snel projectje als laatste. Maar die moet ik dan wel ook nog eventjes snijden. Hebben jullie nog vragen, tips, tricks, opmerkingen? Ik zal zo even kijken of ik inmiddels al een andere champagnekleur heb gekregen, doorgekregen. Volgens mij niet. Zijn jullie niet van de champagne? Is nou jammer. Nou, kijk, dat gebeurt ook wel als je dan zit te praten en breien. Dus die moet ik dan straks gewoon echt helemaal netjes uitknippen. Of gewoon weggooien. Soms is dat wel eens nadeel met die magnetische plaat. Hij doet het echt top. Maar ik kan ook wel eens wegwiebelen. Zou ik hem gewoon met een wasjeteepje natuurlijk vast kunnen zetten. Maar ja, dat doe ik nu even niet. Volgens mij ben ik nu ook aan het schuiven. Zo. Nou, de sterretjeshanger is dan ook bijna klaar. Ik had deze al geponst. En we doen er een gezellig glaasje champagne op. Nou, die doen we natuurlijk ook deels verhogen. Oh ja, geen alcohol en ik hou er niet zo van. Ja, jullie hebben ook wel een beetje gelijk. Ik hoorde van de week een recept. Wie vertelde dat nou? Oh ja, dat is zo leuk. Er komt hier al jaren een mevrouw. Ze is inmiddels 92. Echt heel leuk. En die geeft dus al heel lang een krans aan haar vriendin. Met kerst. En die vertelde in de zomer. Want ik vertelde van mijn glühwein die ik dan altijd deel met de kerstworkshops. En van het weekend was hier ook trouwens volop. Maar die was in de zomer vaak in Zuid-Frankrijk. En dan was haar dochter jarig. En dan kreeg ze ook vaak visite. En dan deed zij een champagne cocktail. En dat was champagne met jus de rans. En mijn eerste reactie was champagne, jus de rans, zonde. Ja, maar ze zegt het is wel heel lekker fris. Net zoals dat je... Ik maak dus glühwein ook met jus de rans aan. En daardoor wordt het heel lekker licht. Ik ben ondertussen wat dimensions erop aan het doen. Hè? Dat hadden jullie al gezien en bedacht. Hè? En dat blokje erop. En dan ondertussen ook twee dimensions op het glas. En, maar die vrouw van 92 die vertelde dus ook dat ze met een champagne cocktail wel heel veel succes had. Oh, Ina lust wel een wijntje. Ja. Ik ben ook meer van de wijntjes. Ik krijg niet zo gauw champagne, zeg maar. Maar misschien als we nou eens ook van die hete zomers krijgen, dat we dan ook aan de champagne gaan. Nou, ik zeg sip, sip, hooray. Die kan aan het champagneglas of zo. Ja, moet je hem wel in het beeld houden. Ik zit er zelf naar te kijken. Hebben jullie niet zoveel aan, hè? De tekst zou iets meer uitgesproken mogen. Dat kan je altijd nu nog doen, hè? Maar dan denken jullie misschien... dat is best spannend. Is het ook? Maar soms moet je een gokje wagen. Ik pak toch de donkerbruin. Dat vind ik wel mooi bij dat blauw. Ik vind dat je het niet genoeg kan lezen. Ik had hem natuurlijk ook zilver kunnen embossen. Dit wordt nu even een uitdaging, want ik kan het niet zo goed zien, omdat ik er niet zo goed boven kan. Maar ik ga hem bewust een heel klein beetje boven mijn tekst doen. En dan is het als het ware een soort schaduw. Maar hij moet wel in dezelfde lijn komen. Dus ik lijn hem uit op die onderkant van die hooray. Nou heb ik het niet met blokje onder gedaan. Dat is dan weer een beetje doen. Kijk. En dan kan je hem tenminste lezen. En dan die andere eronder is net het schaduwtje. Extra tipje. Gewoon, krijg je er gewoon gratis bij. Ellen, dat is toch niet te geloven. Laatste dingetje voor vandaag. Hoogste tijd om door te gaan. Oh ja, ik had er nog leuke versieringjes klaar liggen ook. Ik dacht, het kan natuurlijk ook nog een kerstballetje aan. Maar nu heb ik weer geen
lintjes of daar ook. Heb je nog wel een touwtje liggen? Hoe leuk is het om daar eventjes nog wat aan te hangen? Kijk gewoon ook bij je spulletjes wat je allemaal hebt, hè. Die. En dan nog een leuk knijpertje erop. Nee, die past deze. Nee, dan moet je dat gouden knijpertje doen. Zo'n minuscuul knijpertje. Nou, helemaal leuk. Even af. Knoopje erin. Oh, ik wou zeggen, waar is mijn schaar? Zo, ik zal zo nog eventjes allemaal tegelijk laten zien. En dan had ik nog bedacht, want je hebt dus van die leuke kant-en-klare knijpertjes met zo'n dingetje erop. Maar hoe leuk is het? Kijk, deze is een beetje stug. Die plak gaat niet meer open. Om dat even zelf te maken. Je kan natuurlijk je knijpertje ook nog even met een likje verf verven. Of niet. Ja. Dat is wel heel simpel. Ik zou er niet zo snel hem op mijn inktblok zetten. Mijn knijper, want dan gaat hij wel... Is niet echt goed voor je inktblok. Dus je wil dat toch wel vlak houden. Maar op deze manier kan je hem natuurlijk ook kleuren. Of je pakt even een sponsje. Dat zeg ik, of een likje verf. Maar nu heb ik dit even bij de hand. Hem in beeld hou. En niet op de grond gooit, dan blijft hij er ook. Bijna blooper nummer 2 vandaag. En ik hang er nog een roze balletje aan. Het glaasje. Ik heb gewoon mijn roller op mijn glas gezet. Voor nu maakt dat dan even niet zoveel uit. De strekking van dit is... The sky is the limit. Ga lekker aan de slag. Ga dingetjes maken. Maak gezellig zelf kerstversieringen. Voor op tafel als je gasten krijgt. Ik denk dat er weinig mensen zijn die dat niet zouden kunnen waarderen. En anders heb je in ieder geval zelf de lol van om het... te maken. Ik pak een beetje Tombow. Dat doe ik in ieder geval boven op mijn knijper. Tombow is echt hele sterke lijm, hè? In het midden is hij wat smaller, dus doe maar een streepje onderop. Kerstballetje erboven. Even laten drogen. Even goed aandrukken. The sky is the limit, blijf het zeggen. Geen vragen, denk ik. Leuk dat je gekeken hebt. Ik zie het op YouTube of op Facebook in een replay. Ik zou het leuk vinden als je er wat bij schrijft. Ik doe het voor mezelf vind ik het heel leuk, maar ook voor jullie natuurlijk, om iedere keer weer nieuwe inspiratie op te doen. Dus leuk als je je reactie erbij laat, achterlaat, dan stimuleert dat mij ook weer. Geef een duimpje, dan hoe meer ik die krijg, wordt het voor mij ook steeds leuker om het te gaan doen. En dan weet ik tenminste dat heel veel mensen ernaar kijken. Ik laat even zien wat ik vandaag allemaal gemaakt heb met de Sip Hooray. En nogmaals, hij is dus nog beperkt verkrijgbaar. Maar heb je zoiets van, oh, ik wil er maar gewoon één keertje iets mee maken op het open atelier bij Ellen, kan je dat natuurlijk ook altijd doen. Deze week ben ik er alleen op vrijdagmiddag. Ik ben veel op pad en weet je het niet zeker of kom je niet helemaal uit op mijn site, stuur even een berichtje. Ik wens jullie een hele mooie week. Heel veel plezier met alles maken en leuke dingen doen. En ik zou zeggen, we zien elkaar. Doei!